Ja, vrienden. Gedoe, hè? Over Tom Egbers en de Studiosport. Ah ja. Kijk, vrienden, waar gaat dat nou allemaal mis? Kijk, dit soort gedachten heb ik hierover. Kijk, die Mart Smeets en de Jack Vergelder en de Tom. Die lui, die hebben hun populariteit en hun bekendheid en hun faam te danken gewoon aan sportbeelden. Aan sportwedstrijden. Wielrennen, voetballen, Olympische Spelen, zoek het uit. Daar hebben ze hun bekendheid aan te danken. Omdat ze dat mogen dan een beetje begeleiden met gebabbel. En dat is het. En een presentatietje doen. En klaar. En meer is het niet, vrienden. Ja. En omdat daar dus heel veel naar gekeken wordt. Naar Studio Sport en Eredivisie, noem maar op. Ja, dan ineens. Oh, dan zijn ze ineens een baasje. En dan. Ja, want. Niemand kijkt naar hun voor hunzelf. Want als je die beelden zou wegnemen, al die sportbeelden, hoeveel mensen zouden er dan nog kijken naar de Mart, de Jack en de Tom? Ja, vrienden, en dat hebben zij zelf nooit begrepen. Zij zijn in zichzelf gaan geloven, vrienden. Oh, ja. En jullie en ik weten dat, ja, dan ben je reddeloos verloren. Ja, dan ga je jezelf heel erg serieus nemen. Oh, nog erger. Ja. En dat leidt tot stuitend gedrag en enorme arrogantie. En dat wordt dan nu beschreven. Maar is het nodig om daar een heel artikel aan te wijden in de Volkskrant, alsjeblieft zeg. Hey, dat die lui arrogant zijn en dat ze heel eigenwijs zijn, dat wisten we al lang. Ik bedoel, en laat gaan. Ik bedoel, en moet dat allemaal dan nog eens een keertje zwart op wit worden gezet door de Volkskrant? Hey, oh, die zijn ook zo verschrikkelijk pastoorachtig bezig en zo verschrikkelijk deugend bezig. Die vervelende Volkskrant, hou op zeg. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we ook nog eens een keer een heel verhaal wijden aan dat de Tom een keer vreemd is gegaan. Nou zeg, hey, maak me wakker. Val ik zo in slaap? Wat een saai verhaal zeg. Tom Egbers gaat vreemd, vrienden. Nou. Hey, punt van mijn stoel. En Volkskrant. En dat uitgebreid omdat er een mevrouw is die 15 jaar geleden is teleurgesteld of zo, weet ik veel, bij het vreemdgaan. En die komt nog even de gram halen. En die gaat dan hele vervelende verhaaltjes over Tom vertellen. Die Volkskrant. Ja, nee, bij jullie is het allemaal zo geweldig gegaan. De afgelopen 15, 20 jaar. Nee, daar is nooit wat gebeurd. Nee, nou dan wil ik wel eens even gaan praten daar. Met die gangkasten bij jullie. Ha, ja, en die toiletten. Ja, hé, hey, dat wil ik dan wel eens even horen. Hé, hey, en, oh nee, bij jullie gebeurt. Nee, bij jullie gaan ze niet vreemd hoor. En bij jullie pesten ze niet. Nee, en bij jullie doen ze dit niet en dat niet. Nee. Ah, een driewerf. Gadverdamme.